Goedemorgen. Niels die heeft de kindjes de fles gegeven en de luiers verschoond. En ik zit nu even op de bank en ben net wakker. Niels die is ook al naar boven toe om verder te gaan klussen. En ik ga dadelijk de kindjes aankleden en dan ga ik even naar de winkel toe. Oh, trouwens welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Ja. Oh, echt waar? Fruitje zit er bij de mannekes in. En Liam ligt lekker nou op de bank. Jordi en Sam zitten Boomba te kijken. Dat vinden ze samen leuk. Lekker laten doen. En ik heb voor Liam Bing aangezet. En dan ligt hij lekker samen met Boomba en Bing. En zijn Nijni. En zijn Tutti. En een dekentje. Ligt hij lekker tv te kijken. Yay! Dus dat is hij nu aan het doen. Zo ziet het eruit als Joef er niet is. Joef is namelijk naar de hondentrimster. Want die was gewoon echt vies. Die hond echt. Bleh. Maar goed. Ze wordt nu weer schoon. Ik heb ook haar mandje en alles nou in de wasmachine zitten. Zodat dat allemaal gewoon lekker schoon is. En hier heb ik een klein monstertje die al die zooi heeft gemaakt. Die nu lekker zijn flesje melk aan het drinken is. Die andere twee monsters die liggen al op bed. Die hebben we net naar bed gebracht. En nu is deze monster dus aan de beurt. Ga je zo naar bed? Ja. Ja, ik pak je hand vast. De ontspanning is er. Ik heb al een paar dagen hoofdpijn. Dus ik zeg tegen Niels, doe even mijn bril schoonmaken. Ik heb die al heel lang niet meer op gehad. Dus Niels maakt mijn bril schoon. Ik zet hem op. En het eerste wat ik zei was, Jezus, wat een verschil. Dus ik heb wel degelijk een bril nodig. En toen wilde ik mijn telefoon unlocken. Want dat zit op Face ID. En die werkt niet meer. Maar je was veel te slim geworden. Juist. Nou, ik ga nu in ieder geval even naar de welzorg. Om de oudstoel in te laten bouwen. Ja. En Joef is weer fris en gezond. Die ligt nou uit te rusten. Ja, precies. En de kindjes liggen op bed. En straks doen we wel eventjes laten zien hoe de stoel eruit ziet, toch? Ja. Dat doe jij wel even, toch? Ja. Dus dat. Ik ben even aan het uploaden. En ik ga bankzaken even doen totdat de kinderen wakker zijn. Sammy is wakker. En Sam ziet mij ook voor het eerst met bril. Ja. Hi. Hi. Ik heb mijn mama. Hi. Hallo. Hi. Ja, ik heb de bril niet meer opgehad, sowieso volgens mij niet sinds dat Sam geboren is. Ja. Ik heb mij even omgekleed, ben naar de winkel geweest, kindjes zijn allemaal weer wakker. En Niels is inmiddels ook alweer terug van die autostoel. Ik ga eens even autosleutels zoeken. En dan zal ik jullie eens even laten zien hoe dat het eruit ziet. Dit is de autostoel. En dan kan dit ook allemaal helemaal draaien zo.
Even kijken. Kijk. Dan kan hij zo staan. En dan kan hij er zo in. En dan is het weer een kwestie van zo. Oh, wacht. Niels heeft het me laten zien. Moet je hier aan die hendel trekken. En dan moet hij weer terug. En dan kan hij op ingesnoerd worden. Dus het is hier aan die hendel trekken. Uittrekken. Draaien. En dan weer terugdraaien als je hem erin hebt gezet. En dan zo. Dus simpel, niet te moeilijk. En dan doen we hem straks denk ik even op maat maken. Of morgenochtend. Want ik moet morgenochtend weg met de kinderen. Mijn opa en oma die zijn namelijk 60 jaar getrouwd. En zondag zijn ze dat. Net voor de kerst waren ze 60 jaar voor de wet getrouwd. En zondag is het 60 jaar voor de kerk. En morgenochtend ga ik met mijn neefjes en nichtje op bezoek bij opa en oma met de kinderen. En Niels die gaat hier klussen. En mijn moeder komt dan ook bij mijn opa en oma. Om even te helpen met de kinderen, zodat ik het niet allemaal in mijn upje hoef te doen. Want ja, als ik met Jordi bezig ben en Liam is iets aan het uitvreten, kan mijn moeder ingrijpen. Want dat is wel belangrijk. Dat ga ik niet overlaten aan iemand anders. Dus vandaag. En verder, ja, dan uur, anderhalf uur. En dan zorg ik dat ze alles hebben gehad, zodat als ze in slaap vallen in de auto, dat het goed is. En dan rijden we weer naar huis. En dan kom ik thuis, kinderen in bed, eieren bakken voor de heren. En dan kunnen de heren even pauze houden, kunnen de kinderen in slaap vallen. En dan is alles weer in kan en kruiken. Maar voor vandaag, dadelijk eten maken, we eten frietjes. Simpel. Ik zou eigenlijk dus moeten bakken. Maar mijn moeder die zei, ik moet toch gebak halen voor opa en oma voor zondag. Ze zegt, dan breng ik wel ook gewoon mee. Dan hoef jij dat niet te doen, want je hebt genoeg te doen nog. Dus, geregeld. Niels? Ja? Ben je aan het doen? Gordijnen dicht aan het doen. De rol gordijnen. En net zou ik je nog rennen. Hoezo? Hoezo rennen? Ik zei dat te lachen. Oh. Wat? Ik wil in de ring. Nee, je staat al net te rennen. Nou, lopen dan. Lopen. 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 Wat is er? Ja, wat is er? Je loopt een beetje moeilijk. Oh, Joef, wat ruikt je lekker? Dit is een beetje dat je nou eroverheen lult, hè? Mm-hmm. Nee, je lult er gewoon lekker overheen. Mm-hmm. Ja. Maar hier ruikt heel lekker. Ja, maar die rozenblaadjes van jou net niet, hè? Ik heb niet gepoept. Nee, alleen lang op de wc gezeten. Ja. Juist. Zijn been was aan het slapen, dus hij liep net te huppelen door de kamer heen. Oh. Omdat hij zo lang op de wc heeft gezeten. Waarom kunnen mannen dat toch? Zo lang op de wc zitten. Joe vindt niks aan. Die denkt bij de eigen weer zo'n mafketel. Ik zit al heel de dag tussen de mafketels. Anyways, hij zat net dus op de wc. En dan staat hij vaak door de kamer heen te huppelen. Ja. Dan gaat mijn been het snelst uit slaapmodus. Ja, dan staat hij hier gewoon echt te huppelen als een klein kind. Mm-hmm. Een hele goede morgen. Niels is aan het klussen en wij gaan met z'n allen rondrijden naar mijn opa en oma. Trouwens, iedereen zit in een andere stoel.
Wij zijn aangekomen bij mijn opa en oma. Jordi is in slaap gevallen. Sam is nou wakker aan het worden. En we gaan ze nou uit de auto halen. Ik ben weer thuis. Ik heb Liam even aan een gebakken ei gezet. Jordi ook, maar die is daar aan het eten. En Sammy zit hier. En ik heb net voor de heren ook gebakken ei gemaakt. Die zijn weer boven verder. Dus ja, hehe. En ja, het was gezellig bij mijn opa en oma. Daarbinnen heb ik niet gefilmd, want ja, dat is gewoon intiem. En ja, het is gewoon even belangrijk dat ik gewoon volle aandacht heb voor mijn kinderen en voor iedereen die daar was. Mijn neefjes en mijn nichtje. En het was gewoon gezellig, dus dat is goed. Dit is iets unieks. Jordi zat net de hele tijd met die bal. En nu ik natuurlijk ga filmen, doet hij niks. Die wilt hij wel. Ben je doen? Ben je me doen, Sammy? Hi. Kom jij doen? Je bent dit van alles aan het uitvreten, jij. Komt omdat je maar even geslapen hebt en niet meer wil slapen. Oh-oh, oh-oh. Goed zo. Goed opgelost. Liam? Nee. Hier zit een zeurpietje. Die heeft niet geslapen. Vanochtend maar eventjes. Echt, je spoort niet. Ik zweer het je, dit kind. Dit kind. Stuntman eerste klas. Nou, Roel, die jongen die geholpen heeft, die is nu naar huis toe. En de schroeven waren op, dus ze konden niks meer. Dus ik zal even laten zien wat ze vandaag gedaan hebben. Niels heeft van de week dit wandje geplaatst. Hier hebben ze gipsplaten tegenaan gemaakt. Hier hebben ze gipsplaten tegenaan gemaakt. Dit wandje heeft Niels gemaakt van de week. En hier gipsplaten. En hier allemaal gipsplaten. Daar waar geen gipsplaten zitten, daar komt een kast. Met een met rollende deuren. En hieronder komt hetzelfde principe, ook met rollende deuren. En ja, hier komt een lamp. Dus ja, het is nog één grote bende, maar dat is nou helemaal zo. Dit is dichtgemaakt. Niels moet daaronder nog isoleren, maar ook hier komt zo'n kast. Dus hier komt een kast omheen. En daar komt daaronder ook een kast. Hier komen nog gipsplaten tegenaan. Dus ja, al met al. Volgend weekend gaat Niels weer klussen. Dan gaan de kindjes ook naar mijn ouders toe op Zemna. En er komt wel schot in de zaak. Dat dan weer wel. We hebben gegeten. En die twee, die zijn zo moe. Liam die valt continu overal tegenaan. En die kijkt niet uit waar hij loopt. Dus die heeft nu ook alweer een dikke lip. Hij is al een keer van de bank weer afgeflikkerd. En ik heb nog nooit zoveel kusjes gegeven op pijnplekjes bij Liam. Dus ik ga pyjama's pakken en dan gaan de twee naar hun nest. En dan gaan we Jordi naar bed doen.
Maar eerst gaan deze twee kalfjes naar bed. Ja, je gaat naar bed. Is dat goed? Ze hebben bekant heel de middag ook niet geslapen. En wat ze wel geslapen hebben, dat was bijna niks. We hebben Jordi geholpen. De kindjes liggen op bed. Ik heb de vaatwasser al ingeruimd, hier even opgeruimd. Moet daar nog even de aanrecht doen. Maar Niels is nu douchen, dus dan kan ik niks met warm water doen. Dus dan moet ik even wachten. Dus, want de jongen had zoveel jeuk overal. En dat snap ik ook. Dus hij gaat even douchen. Ik ben met de inbouwkast bezig. Ik heb inmiddels mijn keuken opgeruimd. Maar ja, het ligt er weer rommel omdat ik mijn kast aan het opruimen ben. Niels is bezig met de speelgoed van Jordi schoon te maken. Omdat Jordi anders ja, uitslag krijgt. Omdat met de boxjes en zo, daar zit hij altijd met zijn mond aan. Dus dat moet af en toe even schoongemaakt worden. Dus dat is Niels nu aan het doen. Maar ik kwam de tijdschrift tegen waar wij toen een interview hebben gehad. Jordi valt natuurlijk onder de organisatie Cello. En we hebben een interview dus gegeven. Ik zal het even laten zien. Dit is de foto geworden. En dit is het interview. Als je nu op pauze drukt, kun je het even lezen. En dan ja, zien jullie het interview dat we hebben gegeven. Dit boekje is niet te koop. Dus helaas is deze niet zomaar te krijgen. Dus ja, helaas. We hebben allemaal goede reacties gehad van de juffen en alles van Jordi. Dus dat is positief. En ja, wij zijn er in ieder geval blij mee. Een hele goede morgen, Niels. Goedemorgen. Niels die heeft croissantjes gemaakt. Die gaan nu de oven in. Samen met mama. Samen met mama. Ik heb spek gebakken. De kindjes zijn al in bad geweest. Jordi had mij helemaal ondergescheten plus de douchevloer. Dus ik heb ook even gauw de douche gepoetst. Ik moet alleen nog even de wasbak doen en dan is de douche ook weer helemaal schoon. Nu zijn we even aan het wachten op ons lunch. En dan gaan de kinderen daar naar bed. Een kwartiertje ongeveer. En dan gaan de kinderen naar bed. Eitjes worden gekookt en papa zit nou te snoepen. Er was er eentje overgebleven. Ja, dat had je expres gedaan, hè? Dadelijk gaan de kinderen dan naar bed. Ik moet nog naar de winkel, ik moet boven poetsen. En dan kijken we al hoe de dag loopt. En voor de rest, het is zondag. En vanaf morgen gaat Niels weer werken. De eerste keer weer, ja. Ja, je hebt thuis gewerkt, hè? Ja, coronaproof thuis gewerkt. En mama, wie slapen er nog? Jordi en Liam, want die wilden niet slapen. Nu slapen ze wel. En dan wouden ze uit bed halen. En toen was jij alleen wakker. Met je blije bakjes. Ja! Blablabla. Het is mama gek. Mama is gek op jou. Kusje. Ja. Sam, wat gaan mama en Sammy doen? We gaan even samen naar de winkel. Om jullie even wat boodschappen te halen voor de komende dagen. Jee! Leuk hè? En dan kan ik best wat boodschappen kwijt. Nou, ik heb alle boodschappen in huis. En dan gaan we naar huis, hè? Ja! Hij vindt het leuk. En mama alleen op stap.
Toen ik terugkwam van de winkel, toen heb ik alle boodschappen opgeruimd. Niels heeft ondertussen Liam en Jordi wakker gemaakt. Ik moet even nadenken. Dat is gelukt. Die zijn nu aan het spelen. En Niels is nu even wat vuil wegbrengen, want dat had hij een hele week nog niet gedaan. En ik ben eten aan het koken. En wat eten we? Kippendijfilet, geroerbakt. Met champignons. En dan ben ik heel eventjes wortel en broccoli aan het blancheren. Dat het in ieder geval een beetje gaar is. En dan komt er paksoi bij. En dan komt er een sausje op. En met noedels. Zoals ik het zie qua ingrediënten mag Jordi dit ook hebben. Want dit is echt eiermee. Dus we gaan het gewoon proberen. Dus ja, we gaan zien hoe het uitpakt. En als ik het klaar heb, ziet het er zo uit. Van Liam ziet er zo uit. Van Jordi ziet er zo uit. En van Sam ziet er zo uit. Loop staan, kom. Ik heb boven nog gepoetst. Dan moet ik daar nog was opvouwen en ons bed opmaken. En dan is het boven alweer netjes. En Liam is al naar boven het bed en Sam is nu aan de beurt. Ik heb net even zijn gezicht ingesmeerd, want hij was best wel schaal. Zo dadelijk gaan we Jordi nog even helpen. En dan gaat hij ook zo zijn fles krijgen en naar bed. En papa gaat nu Sammy naar bed brengen. Jee. Hij heeft niet heel zijn fles op, want die wou hij niet. Dat is dus wat mijn afwasmachine doet als die klaar is. De kindjes slapen. Ik heb de was nog gedaan. Ik heb alles alweer klaargezet voor morgenochtend. Ik heb beneden een beetje opgeruimd. Ja, en ben nou sokken aan het vouwen. Of ja, het vouwen in elkaar aan het stoppen. En we gaan nog eventjes serie kijken. En naar bed. En naar bed. Dus bij deze gaan we ook deze ups en aan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.